Ik ben als vrijwilliger 5 jaar geleden het initiatief gestart. Groen langs de Vliet. Ze waren hier bezig, de gemeente, met de herinrichting van het jaagpad. En met dat zijn we bezig waren, verschenen er bankjes langs het water met boomspiegels, zoals dat zo mooi heet. En die waren nog helemaal leeg. En het jaar anderhalf daarvoor had ik mij verdiept in permacultuur. Dus toen kwam dat een beetje bij elkaar. En toen ben ik dat met een aantal buurtbewoners gestart. En heeft de gemeente dat volledig ondersteund met financiële bijdrage om dat mogelijk te maken. En in november van dat jaar hebben we de boompjes daadwerkelijk geplant. We proberen een paar keer per jaar bij elkaar te komen om dan het groen te onderhouden. Ja, het is hier al prachtig wonen langs het jaagpad, maar dan is dat toch wel de kers op de taart om dan langs je eigen initiatief te mogen rijden en dat je dat samen met de buurtbewoners hebt gerealiseerd.